Afdrukbare tekens zullen de gebruiker helpen bij de tekstindeling en bij de layout. Zoals de naam het al zegt, worden niet afdrukbare tekens nooit op papier afgedrukt, maar worden wel op het scherm getoond indien de gebruiker dit wenst. De gebruiker kan die op het scherm tonen en terug verbergen door het klikken op de knop in zijn werkbalk, namelijk deze. We gaan nu een aantal van de belangrijkste niet afdrukbare tekens heel vluchtig bespreken. De eerste niet afdrukbare teken die we tegenkomen is dit symbool. Dit is een algemeen standaardiseerd symbool die in alle tekstverwerkers worden gebruikt en die stelt het einde van een alinea voor. Wil je weten hoeveel alinea's je tekst telt, dan kan je eigenlijk perfect die symbooltjes optellen en dan weet je exact hoeveel alinea's je tekst telt. In dit geval heb ik er 1, 2 en 3. Nieuwe alinea's toevoegen is eigenlijk heel eenvoudig. Telkens je de Enter-toets gaat induwen, ga je een nieuwe alinea aanmaken. Ik ga bijvoorbeeld hier mijn tweede alinea, aliquam, admi, eget, bla bla bla, naar een nieuwe alinea brengen. Ik zet mijn cursor voor het woord aliquam en ik duw 1 keer op Enter op mijn toetsenbord. Ik heb nu ineens 1, 2, 3, 4 alinea's gemaakt, maar ik heb er jammer genoeg ook 3 gemaakt zonder tekst. Ik zal die dus terug verwijderen. Door een nieuwe alinea te maken, drukt men op de Enter-toets, maar soms wenst men een zin naar de volgende regel te brengen binnen diezelfde alinea. Dat kan bijvoorbeeld voor een bepaalde zin in de kijker te stellen. Ik ga bijvoorbeeld hier mijn laatste zin van de eerste alinea naar de volgende regel brengen binnen diezelfde alinea. En ik doe dit door de combinatie Shift en Enter. Ik hou mijn Shift-toets ingedrukt en ik duw op de Enter-toets op mijn toetsenbord. Je ziet hier nu geen alinea-einde teken tevoorschijn komen, maar de carriage return teken. Dit teken zorgt er dus voor, of vertelt de gebruiker eigenlijk, dat er een nieuwe regel ontstaat binnen dezelfde alinea. Een ander niet afdrukbaar teken dat heel interessant is, dat is die van een spatie. Ik ga eventjes de tekst gaan inzoomen, en dan zien we tussen twee woorden dat, in het geval lorem ipsum, dat daar geen spatie staat, maar een puntje. Dat puntje, dat is eigenlijk een niet afdrukbaar teken voor een spatiebal. Zet ik mijn niet afdrukbare tekens uit, dan zie ik mooi een spatie staan. Zet ik ze weer aan, dan zie ik een puntje staan. Dit heeft natuurlijk ook gevolg voor de gebruiker. Stel dat de gebruiker een beetje plaats wilt maken in een bepaalde zin, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk een heleboel spaties gaan ingeven, wat eigenlijk niet correct is. Daarvoor moet de gebruiker eigenlijk een tabtoets gaan gebruiken. Nu, als hij de niet afdrukbare tekens afzet, is er natuurlijk niks aan de hand. We zien hier een aantal spaties. Mijn regel is opgeschoven. Maar zet ik de niet afdrukbare tekens aan, dan zie ik eigenlijk dat de gebruiker meerdere spaties na elkaar heeft ingegeven in plaats van een tabtoets. Ik zal die verschillende spaties gaan verwijderen. En ik ga in de plaats een tabtoets gaan gebruiken. De tabtoets heeft eveneens een niet afdrukbaar teken, in dit geval een pijltje naar rechts. De tabtoets zullen we in een komende les nog bespreken, maar in dit geval is het interessant om al te weten wat de niet afdrukbaar teken voor de tabtoets is. Er zijn nog een aantal niet afdrukbare tekens, maar die gaan we ook bekijken bij wanneer we tekstdelen gaan samenhouden of gaan opsplitsen.